Arend-Jan, ik ga jou wat vragen stellen. Over je muziek. Je bent kort geleden, dat wil zeggen in 2014, ben je afgestudeerd aan de... Conservatorium in Zwolle. Oké. En daar ben je ook... hoor je me nou? Ja, ik hoor je. Alleen ik heb nog een gigantische kerkgalm. Oké. Dat komt waarschijnlijk door de zang. Zo meteen. Ja? Ja, die is er nu al. Okay. Ja, dit is perfect. Mooi. Yes. En vertel eens wat over jezelf. Je hebt een aantal jaren heb je op de, in Zwolle heb je gestudeerd. En is muziek altijd jouw belangrijkste ding geweest in je leven? Nee, helemaal niet zelfs. Ik ben pas op mijn 15e eigenlijk begonnen met muziek. Daarvoor sportte ik vooral en had ik eigenlijk helemaal niet zoveel met muziek. Ja, behalve dat ik er wel zo luisterde. En op mijn 15e ben ik een keer achter een drumstel gaan zitten. Dat vond ik leuk. Toen kwam er een pianootje bij. Nou, een keer zingen. En nu ja, speel ik ook een beetje gitaar. Dus eigenlijk ben ik nu een beetje doorgeslagen. En op dit moment ben ik een beetje weer de middenweg aan het zoeken. Dus, Oké, maar je zegt van je sport in de tijd, maar wat bedoel je daarmee? Dat je iets van professionele sport wilde doen in die zin? Nee, dat niet, maar ik was wel fanatiek aan judo en eigenlijk alles wat met sporten te maken had. Echt vetsport? Ja. Daar zo agressief ben ik eigenlijk niet. Nee, maar, ik snap het, maar dat valt toch, judo valt onder die, het is een zelfverdedigingssport. Ja, klopt, ja. De zachte weg is het eigenlijk. Oké. Dus, om die zachte weg eigenlijk nog verder in te gaan, ben je muziek gaan maken. Laat moet ik het zo zien? Ja, nou, niet bewust natuurlijk. Ja, ik ben toen muziek gaan maken, ja. Ja. En op het moment dat ik piano ging spelen, dat was vanaf mijn 16e denk ik, toen ben ik echt fanatiek geworden. Dus had ik ineens 2-3 uur per dag te spelen. En toen is het snel gegaan, ja. Oké. En je bent op een gegeven moment de muziekschool, hoe heette dat ook? Ja, het conservatorium in Zwolle. Het conservatorium in Zwolle, ja. Ja. En daar, wat waren jouw instrumenten op het conservatorium? Nou, ik heb eigenlijk docent muziek gedaan. Dus ik, ik ben opgeleid tot muziekdocent. Ik geef nu ook les op een middelbare school. Maar ik deed daar zang en piano een beetje erbij. En eigenlijk van alles krijg je daar. Muziektheorie, arrangeren, wat niet. Eigenlijk ook met, met de optiek om later dan echt les te gaan geven? Eigenlijk allebei. Zowel dat ik het lesgeven wilde bekijken en de muziek natuurlijk ook mezelf ontwikkelen. Ja. Dus ja. Oké, je hebt een aantal liedjes opgenomen op een cd. Vertel eens hoe die cd heet. De cd heet Happier en het was eigenlijk een afstudeerproductie. Dat heb ik een beetje groter aangepakt. Liedjes geschreven, een producer, bereid gevonden om gratis op te nemen, een band bij elkaar gesprokkeld en de telefoon gaat nemen. Maar dat was eigenlijk mijn afstudeerproduct en dat is een beetje gaan groeien nu. Okay. Tot meer eigen liedjes, meer op spelen, optreden. Ja. Optreden, dat doe je momenteel ook? Ja, ik probeer het, zeker dit half jaar ben ik het langzaam aan het uitbouwen. En volgend jaar probeer ik nog meer te gaan spelen. Dus, ik zag op een video van jou, en dat was op een concert wat je hebt gegeven. Ja. En daar zag ik je met een band optreden. Ja. Is het de bedoeling ook dat je je eigen band gaat vormen, of heb je die gevormd? Nee, heb ik nog niet gevormd. Het is de bedoeling van volgend jaar, vanaf september, dat ik dan een echte band heb. En dat ga ik binnenkort samen. Dus ik probeer in ieder geval naar die telefoon, die laten we maar gewoon lekker gaan. Maar ik wil eigenlijk binnenkort een band gaan formuleren. Ik heb in mei nog een theatertour waar ik in zing. Dus die wil ik eerst nog even doen. En dan ga ik bezig met die band. Oké. Arend-Jan, ik ga je vragen om een liedje te spelen. Graag. Wat is het nummer wat je gaat spelen en kun je er wat over uitleggen? Ja, we beginnen met Live. Dat is een liedje. Ja, eigenlijk verzonnen vanuit de piano. En daarna was tekst opgeschreven en het liedje gaat eigenlijk gewoon over het leven. Namelijk, je maakt dingen mee, die moet je niet vergeten, maar je moet ook gewoon lekker doorgaan en niet de hele tijd blijven kijken naar vervelende dingen. Dat is eigenlijk de boodschap. Oké. Beste luisteraars, we gaan luisteren naar een liedje van Arend-Jan.
Averink, samen met zijn gitarist. En het liedje heet Leer. Zijn drukke schema toelaat, want hij, hij speelt vrij veel, kan ik wel zeggen. Niet voor niks. En zit hij ook nog op conservatorium? Ja, hij zit in derde jaar jazz pop. Volgend jaar gaat hij afstuderen en
daarna gaat hij het hele land doorspelen, denk ik. Oké, dan. Volgens mij is dat de planning voor Van Wouter. Ja. Okay. Maar we gaan het verder eens over jou hebben. En, je schrijft zelf liedjes en als je een liedje schrijft, wat is dan jouw werkwijze? Wat doe je eerst de muziek maken en dan de tekst? Of eerst de tekst en dan de muziek? Of ga je gewoon zitten en probeer je een melodietje te vinden? Ja, het is nogal afwisselend. Meestal begin ik vanuit de muziek. Maar het kan ook zijn dat ik vanuit de muziek een tekst bedenk en dat ik dan denk, maar ik vind de muziek niet passen bij de tekst. En dan leg ik de muziek weer apart en hou ik de tekst over. Dus het is nogal verschillend, maar meestal wel vanuit de muziek eigenlijk geschreven. Okay. En het belangrijkste aan mijn liedjes vind ik eigenlijk dat de tekst en de muziek gewoon bij elkaar passen. Dus met de muziek wil ik eigenlijk ook iets van de tekst uitbeelden. En maar heb je dan iets in je gedachten, een boodschap of en je denkt om een liefdesliedje gaat dat je expliciet... Meestal zit er wel een boodschap in, maar het is niet zo dat ik heel bewust de wereld van alles wil vertellen ofzo. Maar er zit altijd wel een soort moraal in en dat vind ik ook wel belangrijk. Ik wil wel ergens echt over zingen en niet, niet alleen maar de liefdesliedjes die al 100 keer geschreven zijn ook schrijven. Ja. Oké, dus in feite is tekst toch wel een deel wat toch wel van belang is? Zeker, ja absoluut, tuurlijk. Okay. Ja. En als je een liedje schrijft, ga je luisteren dan expliciet naar dit is mooi? Of wat is jouw, ik weet iedereen heeft een andere optiek van wat mooi klinkt en wat mooi is of wat hij mooi vindt. Er zijn zoveel muzikale smaken, maar heb je dat dan, krijg je dan het gevoel van dit is af een liedje? Bij mijn eigen liedjes bedoel je? Ja, bij je eigen liedjes. Ja, nou ik heb altijd, als ik naar andere muziek luister, dan vind ik eigenlijk dat als je een liedje luistert, dat je aan de muziek al een beetje een gevoel krijgt. En dat vind ik bij mijn eigen muziek ook. Er moet een bepaald gevoel bij zitten en dan klopt die. En daarom is het wel zo dat ik een bepaalde muziek zeg maar aan de kant leg en andere muziek weer onder een bepaalde tekst plak, omdat ik het dan niet vind matchen ofzo. Dus dat gebeurt wel, ja. Oké. Okay. Je hebt een aantal liedjes opgenomen en ik neem aan dat je daar nog een paar liedjes van kunt laten horen hier. Jazeker, ja. Ik heb er nog een aantal bij. En wat is het volgende liedje wat je volgens jou gaat willen spelen? Het volgende liedje heet At The Sea en het is een liedje waarin je denk ik het meest duidelijk, hoop ik, kan horen dat ik probeer met de muziek ook de tekst een beetje uit te beelden. Dus ik ga even luisteren lekker. Okay. Luisteraars thuis, dit is Arend-Jan Averink. Met weer een liedje van zijn eigen cd, Happier heet de cd. Happier. En dit is het liedje At The Sea. At The Sea, ja. I dream about tomorrow. I think about yesterday. The thoughts keep on rolling in my head. Life can make one stronger. Life can break one down. But the time isn't waiting. It goes on. Young.
the sea, wherever they may go, it's fine by me. Versie ja. uitvoerde, maar ook gedeeltes met songwriters. Arthur Hardan uit Enschede, geloof ik, die was er ook, die heeft ook een paar liedjes. En dat was heel erg gaaf, heel apart. Oké, okay. En dat is daar moet ik me eigenlijk letterlijk bij voorstellen: een combinatie tussen de klassieke uitvoering en moderne liedjes gezongen door singer-songwriters. Ja, en sterker nog, er was ook een geuren-DJ, dus die deed ze met geur tijdens de nummers. Het was van alles. Een geuren-DJ, dat heb ik echt nog nooit gehoord. Nee, ik ook niet, maar het was wel bijzonder. Okay. Dus bij elk liedje was eigenlijk een andere geur. Heel apart. Ja, ja. Ook andere kleuren, lichten of de, ook, dat. Oh, ja, ja. Okay. Dus eigenlijk alles wat je kan bedenken. En dat was in samenwerking met wat ik hier lees, een Nederlandse reisopera. Ja, ja, vanuit de reisopera werd dat georganiseerd. En ja, via ben ik gevraagd. En dat, zo gaat dat soms. Oké. Okay. Je wordt wel eens vergeleken met, tenminste, dat, met een artiest als Bruce Hornsby. Vind je dat een compliment? Nou ja, inderdaad, bij mijn afstudeerconcert werd ik daarmee vergeleken. Ik kan me er wel in vinden, een beetje in die dikke piano sound. En ik heb wel de neiging dat een beetje te gebruiken. Zelf ben ik niet per se fan van hem, maar ik ken natuurlijk wel wat nummers. Ja, ja. Maar ja, ik schrijf niet per se een bepaalde kant op. Ik schrijf gewoon wat ik wil schrijven. En, ja. Er komt bepaalde muziek uit en daar wordt dan door iemand wat over gezegd. Je bent meer met je eigen identiteit bezig. Ja, ja, ja. Wil je ook je eigen sound gaan ontwikkelen, de Arend Jan Aveling sound? Ja, willen ontwikkelen. Ik heb nu zoiets van, ik schrijf gewoon en daar komt de stijl uit. En tot nu toe is die stijl nog niet heel precies één stijl, maar het is wel een beetje singer-songwriter, maar ook pop-rock liedjes en ook een beetje funk. Ik heb zometeen een liedje dat is een beetje, ja, een beetje funky. Beetje groovy, doe ik ook. Dus, Nou, mijn vraag is eigenlijk meer zo, omdat je toch wel soms de herkenbaarheid van artiesten afmeet, bijvoorbeeld aan de stijl van hun liedjes, het gebruik van akoestische gitaar of bijvoorbeeld de zangstem die bepaald klinkt, of in het geval van de instrumentalist, de manier waarop de gitarist speelt. B.B. King is altijd te onderscheiden van bijvoorbeeld Eric Clapton enzovoort. Ik bedoel, dus ben je bewust bezig met het ontwikkelen van bijvoorbeeld je eigen stemgeluid, de manier waarop je liedjes in elkaar zit, een bepaald ritme wat je hebt of een bepaald arrangement wat je wil gaan gebruiken?
verschillende instrumenten? Of heb je daar nog niet echt op? Jawel, tuurlijk. Ik doe nog een deeltijdstudietje zang aan het conservatorium. Dus ik ben nog zeker aan mijn stem aan het werken bijvoorbeeld. Maar het is ook wel zo dat ik wil wel liedjes schrijven die nog niet bestaan. En dat is heel moeilijk. Maar ik wil in ieder geval misschien liever wel geen top 40 liedjes schrijven. Ja, niet echt een mainstream. Ik wil eigenlijk liedjes schrijven waar je denkt, dat heb ik nog niet gehoord. Ja. Dat is de bedoeling. En maar wel Engelstalig. Ik heb ook Nederlandstalig geprobeerd, maar dat lag mij tot nu toe niet zo lekker. Okay. Het is een heel directe taal eigenlijk, Nederlands. Ja. En heb je dan ook nog het plan om nog eens internationaal te gaan? Nou, dus voorlopig maar is de bedoeling om een beetje Nederland lekker te gaan spelen. Dat komt nu een beetje op gang. Dat is natuurlijk, dat weet je misschien ook al, maar met je eigen werk is dat soms nog wel lastig om zomaar overal aan het spelen te komen. Maar eerst maar eens Nederland veroveren. Okay. Nou, een kleine bijdrage daaraan natuurlijk, dat is het volgend liedje wat je gaat spelen. Ja. En wat is het liedje wat je gaat spelen? Het liedje heet You Are Nothing Without Me. Dat is eigenlijk een heel ander soort liedje. Het is een beetje een grappig bedoeld liedje. En het is grappig, mijn vriendin zit toevallig hier bij in de studio. Het is een beetje richting haar geschreven. En het is een beetje een groovy liedje. Het is net wel anders dan wat je net gehoord. Oké. Okay. Arend-Jan Avery met het liedje, nogmaals. You are nothing without me. You are nothing without me. Yes. Dat is een duidelijke boodschap. Soms is het, vind ik dat een liedje eigenlijk vanzelf in je opkomt. En wat vind jij? Moet je eigenlijk ook een heel groot arrangement hebben
Of hou je liever van simpelheid in de muziek? Ja, het ligt heel erg aan het liedje. Ik heb op het album ook een aantal liedjes echt alleen met Wouter opgenomen. En dat is gewoon dus eigenlijk akoestisch. Maar ik heb ook liedjes waar je echt gewoon een lekkere band achter moet blazen. En flink veel toeters en bellen en flinke solo. En, ja. Dus dat verschilt per liedje. Ik vind gewoon dat de muziek moet het liedje ondersteunen. Dus het kan de ene keer een gigantisch arrangement zijn en de andere keer alleen piano of alleen piano gitaar. Heb je ook voorkeuren voor andere instrumenten bijvoorbeeld die je in een arrangement zou willen horen? Bijvoorbeeld blazers of strijkers? Of zeg je van nee? Ja, strijkers zijn te gek natuurlijk. En ik bedoel, een metropoolbezetting bij je liedje zou ook niet verkeerd zijn. Maar ja, goed, dat is een droom van elke. Dat kost heel veel per dag, denk ik. Dat kost 5 euro, denk ik. Ja. Ja, ja. Maar misschien komt dat nog. Je weet. Ik weet niet of jij connecties hebt daar. Jawel, maar net wat ik zeg, het hangt een prijskaartje aan. Ja, ja, precies. Dat is voor iedereen zo. Maar ja, Bluff, die zat op een gegeven moment ook op met het Metropool Orkest. Er is een dvd van opgenomen. Ja, zeker. Maar goed, dan moeten we nog even een beetje aan de bekendheid werken, denk ik. Dat is waar. Ja. Dat is waar. Nou, ik ga toch vragen, want we zijn al... We zijn nog een kwartier van het nieuws van 2 uur verwijderd. Mm-hmm. Heb je nog een liedje voor ons? Ja, ik heb nog wel een liedje. Dat heet Sing You After Sleep. Dat is eigenlijk ook het eerste liedje wat ik echt geschreven had voor het album. Het is ook het enige liedje wat nu even op Spotify staat. En ja, we hebben het liedje wel even in een iets ander jasje gegooid dan die op het album staat. Dus als je het leuk vindt, het album is te verkrijgen, dan kun je even naar mijn website gaan. Ja. En, maar je kunt op Spotify dus ook het liedje zelf. En dan moet de luisteraar zijn bij www.arendjanmusic.nl. Arendjanmusic.nl. Ja, zeker. Ik ben ook op Facebook te vinden. Dus, op Facebook dan heet je gewoon Arendjan Aafrink. Ja, mijn Facebookpagina heet wat anders, maar via de website kom je daar wel. Oké. Okay. Zeker. Oké, daar praten we zo dadelijk nog wel over. Ja. Oké, hier is wederom Arendjan Aafrink. When the storms are raging, when the stars are falling down, when the stars are falling, people are trying to live their life. I will sing you this song. I'll sing you off to sleep, and I will sing you far away. So now you're close to me all day, that's why I'll sing you off to sleep. That's why I'll sing you off to sleep. People are praying out loud. When stories are told, when people try to live their life, I will sing you this song, and I will sing you. Sleep, and I will sing you far away. So now you're close to me all day, that's why I'll sing you off to sleep. That's why I'll sing you off to sleep. Thank you.
that's why I'll sing you up to charmes van het live optreden, dan komt er zomaar iemand binnen. En we gaan gewoon door, Arend-Jan. Gezellig toch? En dat kan gebeuren allemaal hier bij Omroep Almere. Ja, het is on-air spectaculaire, radio. Spectaculaire zender kan ik, ja, wel, wel, kan ik wel zeggen. Maar waar kunnen mensen je vinden? Dat, we hebben het gehad over je website. Arend-Jan Music.nl. Ja. Je zit ook op Spotify. Spotify? Ja, als je gewoon Arend-Jan zoekt, dan er is maar één Arend-Jan, dat is het voordeel van je zo'n naam. Ja. Dus daar kun je een liedje vinden op YouTube. Staan een aantal live versies van de albumrelease. En ook, waar, onder welke naam ben je te vinden op YouTube? Ook Arend-Jan. Gewoon Arend-Jan? Ja, ja. Of Happier erbij. Happier Arend-Jan. Het album. Ja, okay. Zeker. En, ben je van plan om de cd officieel uit te brengen of bijvoorbeeld het in iTunes of een andere? Nou, ik ben eigenlijk van plan, ik ben heel tevreden over het album, maar we hebben het album al een bepaalde tijd terug opgenomen. Dus eigenlijk is dit album een soort mooi pre-album, zeg maar, pre-album. En wil ik eigenlijk een keer een aantal liedjes echt rustig met alle tijd opnemen en dan ook wat dingen echt officieel gaan uitbrengen. Dit is gewoon mooi promotiemateriaal, zullen we maar zeggen. Ja, dat is het zeker. Ik ga je toch nog vragen, voordat we afscheid gaan nemen, om nog een laatste nummer te stellen. Ja, nou, dat komt voor mooi uit. We hebben er nog eentje. Die heet Take Your Time. En een liedje heb ik geschreven toen ik zelf een project deed op de middelbare school waar ik lesgeef. Moesten ze een liedje schrijven. En ik dacht, dit is een tekst die mooi past bij die leerlingen. Uiteindelijk past die tekst natuurlijk ook bij jezelf. Maar, ja. Daar komen we wat later achter. Oké. Okay. Yes. Voor de laatste keer, voor de laatste maal hier een liedje van Arend-Jan Avering. Same things, they also need some love.
Don't you worry, take your time, you will find your way. Don't you worry, take your time, you will find your, you will find. Don't you worry, take your time, you will find your way. Don't you worry, take your time, you will find your, you will find your. Ja, dat waren de mooie klanken van het laatste nummer wat Arend-Jan Aveling voor ons heeft gespeeld. En hij was hier samen met zijn begeleidend gitarist op dit moment. Wouter Loris was het. Wouter Loris? Jazeker. Okay. En dank ook aan Wouter. En ik wens jullie heel veel succes, en jou met name, heel veel succes in je verdere carrière. Zeker. En, ik kom natuurlijk de 14e deze kant op. Dus. Ja, inderdaad, bij het Anno Singer-Songwriter Event. Yes, ja. Volgende week zondag is trouwens de tweede editie van het Anno Singer-Songwriter Event. En daar hebben we ook nog een aantal singer-songwriters, onder andere Writers Day. Dat is AKA Sjoerd Hoogma, Roland Verstappen. Dat is een Nederlandstalige singer-songwriter. Stefan Schmieden, die is twee weken geleden hier geweest. Dat is een akoestisch gitarist uit Duitsland. Die zijn eigen nummer schrijft. En Jos Hannema uit, helemaal uit Friesland. En Julie Benschop. Die maakt ook haar eigen nummers. Die is hier ook geweest drie weken geleden. En Arend-Jan die komt dan volgende maand. Zeker, ja. En dat wordt ook heel erg leuk. Ik ga afscheid van jullie nemen. Ik wens jullie een hele goede reis terug. Ja. En voor de luisteraars thuis, jullie kunnen Arend-Jan nogmaals vinden op www.arendjanmusic.nl. Hij zit ook op Facebook, dat is facebook.com/arendjanhappier. Happier, het Engelse happier. Ja. En op Twitter zit je ook, Arend-Jan. Zeker. Ajaverink, of Ajaverink.nl. Ik twitter niet zoveel, moet ik zeggen, maar nee, ik ook niet, hoor. Maar via de website en Facebook, dan kun je zeker op de hoogte komen. Oké. Okay. Yes. Heel hartelijk dank dat jullie hier waren, dat jij hier was en veel goede reis thuis. Ja, jij ook bedankt natuurlijk. Alsjeblieft.